staan hier in de Kuipershal. En de Kuipershal is eigenlijk het ontvangstdomein van het station Amsterdam Centraal. Het is al heel oud. 1889 is deze hal geopend, is dit station geopend. Dus volgend jaar 125 jaar oud. En deze hal gaan we helemaal restaureren. Wat wij hier gaan doen, wat je hier ook ziet, is een ontzettend mooie hal die in 1889 door Kuiper is aangelegd en die, als je er ook zo om je heen kijkt, wel weer aan restauratie toe is. En een van de dingen die ik ga doen, is het weghalen van die kantoortjes hierboven. Waardoor je een hele grote open ruimte krijgt en vanaf die ruimte kun je dan ook heel goed in de hal kijken, waardoor dus de mensen nog meer bij de hal betrokken raken. De Noord-Zuidlijn heeft hier vanaf 2002 het station Amsterdam CS aangelegd, wat hieronder komt te liggen. Dat heeft ook geresulteerd in het weghalen van de middentunnel als personentunnel. Wordt weer dit jaar, 2013, weer helemaal gerestaureerd. En dan is die middentunnel aan het eind van dit jaar weer helemaal bruikbaar voor de reiziger. Werken in dit monument, zoals Kuiper dat bedacht heeft, ja, dat is fantastisch om zelf mee te maken. Om je te bedenken hoe hij dat bedacht heeft. Om dat ook weer terug te bedenken hoe hij dat bedacht heeft. En die finesses daar weer in aan te brengen. Zoals strakjes kunnen zien, zo was het en zo wordt het weer.